In het kader van Peerse Vreed hebben we natuurlijk wat lietsere activiteiten. Ze zien de pauze, hè. Berk in hun nagellak, nou net liggen de beer. Nagellakjes, hier sprayen, ze kunnen informatie krijgen, tattoos krijgen. Er rent je jongerenwerk om, die ze vragen stellen kunnen. En zo hopen we dat het gesprek wat op gang krijgen kunnen. Om mensen te laten zien dat ze hier in het land in deze tijd ook vooral kunnen zijn wie ze willen zijn. En vooral laten zien dat ze er ook gewoon bij horen. Door gewoon een leuke feestdag te vieren. Nou, op een paarse manier of een kleurrijke manier. Volgens kwam de business net tolerant hoor. Daar wien publieks rijnboogvlagjes van de moren hellen. Is het iets wat je meer benauwd van wien of gebeuren zeggen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik eigenlijk nooit een tel bij stilstaan. En misschien zei dat ik wel genoeg over wat ik vind van onze leerlingen. Hè. Want ik weet ook wel dat er een binnen die keer net achter staan. Maar ik dwaal eigenlijk, ik wil zeggen dat er nou eigenlijk geen of zeer weinig ben binnen die dan de posters of de vlaggen eraf scoren. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij om. Ja. Hey, als jullie het beter kunnen, ik vind het best. Ik vind het helemaal goed. Je kunt hier zeker openlijk jezelf zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die het wat minder vinden, maar die stellen zich meer op in de achtergrond. Daarmee bedoel ik dat ze niet helemaal gaan openlijk klagen en alles van dit is niks, maar ze zeggen er gewoon niks over. Dat is ook goed. Je bent natuurlijk vrij in wat je wil. Misschien zit er wel iemand bij hun in de klas waarvan ze denken van, of waarvan ze het net weten, dat hij misschien krek wat oors geaard is, maar zich oors voordoet. En dat kan dus ook die beste vriendin wezen. En dan denk ik van, ja, wees er bewust van dat het echt een nice nieuw wezen kan. En wat zoest dan doen? En ik snap best wel dat dat voor sommige vier van mijn bad show is. Maar nou, een beetje bewust worden kan altijd.